Raymond Schultz, TotalStrength.nl en welkom weer in een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de leg raise. En ik ga vertellen hoe je die leg raise beter uit kunt voeren. Maar de kern eigenlijk van dit verhaal, hoe kun je controleren of je core goed communiceert met je benen? Komt-ie! Je hebt het vast wel eens meegemaakt. Je doet leg raises en vervolgens krijg je pijn aan je rug. Misschien bij herhaling 5, misschien bij herhaling 10. En je denkt, weet je wat, laat ik ze sneller uitvoeren. Dat werkt ook niet. Daarna denk je, laat ik ze wat langzamer uitvoeren. Wat meer gecontroleerder en wat meer beheerster. Wat vervolgens ook niet werkt. En daarna denk je, nou laat ik eens een andere variant gaan doen. Misschien moet ik ze hangend uit gaan voeren. Misschien werkt dit. De leg raise is al geen supergoede oefening voor de buik. Maar als je hem dan toch uitvoert, voer hem dan tenminste wel goed uit. En wat ik bij de meeste mensen verkeerd zie gaan, is dat ze, even kijken of ik in beeld ben, is dat ze hem op deze manier uitvoeren. En dat gaat bij heel veel mensen fout. Waarschijnlijk zie je het verschil, zie je niet eens tussen een goede leg raise en een verkeerde leg raise. En dat is dan om de simpele reden dat de fout echt minuscuul is en ook meer hier zit dan letterlijk hier. Ik ga jullie een plaatje van de heupflexoren laten zien, de psoas en de iliacus. Als het goed is, is het plaatje nu in beeld. En dan zie je dat de psoas aanhecht aan de ruggenwervel en aan het bovenbeen. En alle tweede psoas, eigenlijk de major en de minor. En de iliacus, die loopt vanaf de heup tot ook aan het bovenbeen. Je kan je dus voorstellen dat als, houd het plaatje even in gedachten. Als je dus aanhechtte vanaf hier, vanaf eigenlijk mijn middenkern om het zo maar te zien. En hij hecht aan mijn been. Dat hij op deze manier aanspant. Moeten jullie één ding onthouden. Kracht wordt altijd geleverd vanuit de middenkern. Mijn arm kan bewegen omdat mijn middenkern mijn arm naar binnen toe brengt. Mijn andere arm precies hetzelfde. Mijn borst spant aan en die gaat naar binnen. Niet mijn arm, die zorgt niet voor dat ik naar binnen ga. De kracht komt uit de middenkern en dan ga ik door. Hetzelfde geldt voor mijn benen. Ik loop niet met mijn benen. Ik loop omdat ik hier een spier aanspan en die trekt mijn been naar voren. Dus de kracht start altijd vanuit je core, vanuit je buik, vanaf je middenkern. Logischerwijs, als ik dus een leg raise doe, zou ik dus mijn buik moeten aanspannen en die kracht gaat door naar mijn been en die komt omhoog. Als dat dus niet gebeurt, als ik dus eerst mijn iliacus en mijn psoas aanspan, dus ik wil de oefening doen en ik span deze aan, wat gebeurt er dan? Mijn bekken die wordt overdreven naar voren gekanteld, mijn rug die gaat hollen en dan gaat de kracht door naar de buik en maak ik de oefening, maak ik de beweging. Dat zegt mij twee dingen. Nummer 1, je voelt de oefening niet goed uit. Je krijgt pijn in je rug. En nummer 2, je core, dus heel je middenkern, heel je middenregio, communiceert niet goed met je benen. Je hebt waarschijnlijk een slappe buik of overgespannen heupflexoren. Hetzelfde als wat ik persoonlijk heb. En daardoor span je die spiergroep dus eerst aan. En dat is niet handig, want daar krijg je last van. Maar dat is eigenlijk heel simpel op te lossen. Hoe ik dat altijd doe? Twee dingen. Nummer 1 is nadenken. Dat moet natuurlijk altijd tijdens krachttraining. Ik vind het heel vervelend als mensen zeggen, je bent zomaar met domme gewichten aan het gooien. Als mensen nadenken, hou je veel meer uit een oefening. Dus voordat ik de oefening doe, denk ik, hap adem, span mijn buik aan en dan simpelweg de oefening maken. Zo zorg ik dat mijn rug vlak blijft, dat er een lichte golf, een lichte lordose in mijn rug blijft en dat ik de oefening goed af kan maken. En nummer 2, wat ik persoonlijk heel handig vind, is als je moeite hebt met deze oefening, tik een beetje in je buikspieren. Dus maak ze actief, prik erin, tik er aan de zijkant in of hou je handen op je buik. Als je dit doet, als je op een spier aanraakt, dan is het net alsof je een weightlifting belt om je heen hebt. Je spant die buik al aan en dan maak je de beweging. En zo laat je je core dus ook gewoon met je benen goed communiceren en kan je veel meer uit deze oefening halen. Vond je dit een handige video? Wil je nog meer van zulke soort video's zien? Abonneer dan op dit kanaal en zoek je een trainingsschema. Kijk dan op TotalStrength.nl. Dit was Raymond Schultz, TotalStrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.